We zijn onderweg en wie niet weg is, wordt gezien. Opa komt! Lukt het, Sarah? Oh, toen was er licht! Ik ben heel snel de laptop aan het proberen aan te zetten. En dat vind ik heel fijn, want ik hou van zo min mogelijk plastic. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is nog ochtend. Sarah is de laatste school aan het doen. Ja, ik ben hier. Ja, jij bent daar. En ik ben even het ding aan het opruimen en aan het klaarmaken. Want we gaan zo de deur uit. We zijn wel al wel aangekleed. Heel leuk, we gaan zo Mia ophalen. Dan naar opa toe. Mia gaat mee lunchen, echt superleuk. Ja. En ik ga even het eten van klaarzetten. Ik weet nooit hoe laat we precies terug zijn, dus dan... staat dat in ieder geval altijd klaar. En als Sarah dan klaar is en ik klaar ben, dan kunnen we de deur uit. We zijn onderweg en Mila is er. Gezellig is ook samen in de auto. Hey Sarah, is het net of je een grote zus hebt. Qua leeftijd kan het. Kelder. En Sarah noemde het altijd een enge kelder, terwijl die helemaal niet eng is. Dus daarom noemen we het nog steeds de enge kelder. Laat ze zeggen. Daar, nee. Ja, daar. Hier staan. Kom, we moeten naar het hokje. De laatste, toch? Eén en laatste. Deze. Ja. Hier staan alle spullen in, hè? Nee, al je bewaardingetjes, hè? Voorzichtig, hè? Deze keer. Ja, je moet ook niet laten. Er zit nog een slot boven, maar dat is het oude slot van vroeger. Ja, nu. Je laat hem daar open. Iets van het rijden is, hè? Ja, nu draai hem pas uit slot. Dan mag hij erin blijven hangen. Een lampje. Ja, gelukt. Hardop, hè, opa. Hè? Hardop. Mila, terugkomen. 1, 2, 3. Oeh, opa, dat snel. 5, 6, 7, 8, 9 en half, 10. Wie niet weg is, wordt gezien. Opa komt. Hallo, opa. Nou, ga zoeken. Oh jezus, dat is het dus. Opa is een beetje vreemd of een stoppertje werkt. Oh jee. Waar zijn die kinderen nou? Hey, jongens. Waar zijn jullie? Even kijken, één hok misschien. Ook niet. Dan ga ik maar eens op de wc kijken. Ook niet. In de badkamer kijken. Nou, opa, jij hebt ook echt het beste verstoppertjeshuis ooit, want hier zijn zoveel plekken. Waar zijn ze nou? Weet jij waar die kinderen zijn? Ik heb geen idee, opa. Ik stond bij jou. Nou, even eens kijken. Maar hier zie ik ze ook niet. Hier lukt niet. Waar zijn ze nou, joh? Ik weet het niet. Hallo, kinderen! Waar zouden ze toch kunnen zijn? Ik zie ze niet. Eens even kijken. Gelijk even de gordijn, denk je? Ik denk dat ik nog eens een keertje. Even. Ik ga maar eens even hier zitten, want ik moet er zo over. Dat beweegt wat, joh. Ja! En Natasja, beweegt wat, net. Wie is dat? Gevonden is gevonden. Gevonden. Ik zag een hand. Ja. Hey. En raar. Oh jee. En nou zijn we Mila nog kwijt. Waar is nou Mila toch, joh? Mila. Waar ben je nou? Oh, daar kom maar even kijken, hoor. Ja. Gevonden. Ja. Laat het verraden. Gezien. We zijn er thuis, maar het is echt zo donker al. Echt, er gaat helemaal nergens over. Zal maar lampjes gelijk aan. Wil jij die erachter even aandoen? Ik ben aan het
Doe je hem daarna aan? Doe je hem daarna aan? Ja, ik viel zo om. Oh jeetje, Wienertje. Klik, 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 klik. Nou, lukt het, Sarah? Oh, toen was er licht. Yes. Ja, ik heb net al snel even de was opgehangen. Die moest echt opgehangen worden. Die had ik net laten draaien. Maar ik had natuurlijk allemaal klaarstaan. Maar we hadden alles mee, dus... ja, ik kan eigenlijk nog wel even wachten. Dus ik denk nu wel heel veel. Mama, zou ik een standfilm mogen spelen? Ja, dat vind ik een goed idee. Ik ga hem even voor je pakken. En ik ga even met de tijd die ik over heb, mijn boek lezen. Daar ben ik echt al een jaar denk ik in bezig. Maar ik ben net over de helft. En mijn thee drinken. En het is zo jammer, want ik hou zo van lezen. Maar ik kom er gewoon sinds Sarah geboren is eigenlijk nooit meer aan toe. Sarah ligt op bed. Ik ben heel snel de laptop aan het proberen aan te zetten. Ik krijg een kabeltje niet los. Ik rol altijd elastiekjes eromheen, dat al die kabeltjes niet door de war gaan. En dat werkt top, maar ik kreeg hem even niet los. Ik ga zo snel mogelijk even mijn beelden inladen. En even kijken of ik van stukje kan editen. En dan gaan we zo Pinoza kijken. Ik denk, ja, alles wat ik al gedaan heb, dat is top. Want dan heb ik gewoon meer tijd over dadelijk. Hij doet mij lachen. Oh, ik snap al waarom. Caps Lock stond aan. Dat schiet niet op. Morgenavond kan ik ook waarschijnlijk niet echt editen. Dus ik wil wel echt sowieso helemaal bij zijn met alles wat ik wil doen. Ik ben ook tussendoor trouwens elke keer oude foto's een beetje aan het uitzoeken. En dat ik dadelijk het hele jaar van vorig jaar kon afsluiten. Ik ben heel ver, maar nog net niet af. Dus ja, zo snel mag ik nu alles doen. En dan hoop ik dat eigenlijk deze week ook allemaal helemaal af te hebben. En nog bij te blijven met editen. Dus ik schiet van serie naar serie. We hebben net Pinoza gekeken in de aflevering. Toen moest Marco nog even snel de deur uit. Toen ben ik vast weer een klein stukje verder gaan in Ozark en een stukje geëdit. Maar ik was foto's aan het uitzoeken en toen kwam ik nog dingen van Sarah der Zwemmen tegen. Diploma zwemmen was natuurlijk eind vorig jaar. En ik heb een stukje wat in de vlog staat, maar daar is heel veel in geblurd en zo. Omdat ik andere kindjes niet herkenbaar wilde hebben. Maar ik wil toch even een video voor haar apart hebben. Want het was zo moeilijk door het raam te filmen. Dus ik wil gewoon zeg maar een videoclipje met de goede stuks maken. Want die filmpjes zijn zo vervelend om te kijken, los. Omdat je gewoon heel veel, heel bewogen ziet. En ja, het is gewoon niet mooi en leuk. Dus ik wilde gewoon één leuk filmpje van en dan al die losse filmpjes weg. En de picknick is ook nu net geweest. Dus dit, ja, het is weer echt donker. Terwijl alle lampen weer... Oh nee, ik sta niet aan. Dit ga ik nu allemaal even opruimen. Meestal eerst sorteren. Dus ja, avond. Ik wil niet per kast of zo even sorteren. Het liefst op de eetavond. Dan heb ik gewoon de ruimte. Dan kan ik het verpietjes in gaan ruimen. Dat is echt namelijk veel fijner. Even. Tegenwoordig die lange maat. Ik weet niet per wanneer dat het opeens veranderd is, maar. Dit hoort wel niet. Wel altijd blikjes, omdat als je een fles haalt, ja, de ene week gaat het echt heel snel bij ons. En een week later wordt er één dingetje gedronken of zo. Ja, maar als je een fles hebt, kan je die elke keer weggooien. Dus we hebben altijd blikjes. Eigenlijk. En dat werkt echt heel goed. Oh, en ik vind het echt zo koud aan. Ik heb het allemaal koelkast. Ik haal het grote pak met thee. Doe ik de rest in vriezen. Maar, en het is goedkoper sowieso. Maar eerst als ik het inhoud, ik neem plastic. En dat vind ik heel fijn, want ik hou van zo min mogelijk plastic. En nu ga ik mijn nagels even een heel stuk korter veilen. Want echt, nou, deze twee zijn al helemaal gebroken. Of deze drie trouwens.
Dus deze is zelfs ingescheurd. De gel, maar ook de nagel eronder. Dus daar baal ik een beetje van. Want dat is natuurlijk afwachten tot hij helemaal doorscheurt. Ja, dan scheurt mijn echte nagel dus waarschijnlijk ook helemaal in. Maar dieper dan dat ik wil. Dus ik heb het gevoel dat dat best wel veel pijn gaat doen. Maar eigenlijk pleister pakken en veil ik hem zo eerst een stuk korter. Niet dat dat heel veel kan. En dan maar hopen dat met een pleister elke 2-3 dagen even bijveilen. Dat ik het kan redden en dat ik die borsten dan op zo'n manier uitkrijg. Ik baal er echt van. Ik heb echt gewoon een nagelstylist nodig. Ik vind het zo niet tof. Maar ik krijg ze er zelf nooit goed af. Ik weet dat je moet ze open veilen en dan met Aston. Maar mijn eigen nagel gaat altijd mee. En dan heb ik maandenlang ellende. Dus eigenlijk moet ik ze of nieuw laten doen of naar de nagelstylisten. Want anders is het standaard drama. Dus ik baal hier zo verschrikkelijk van. Maar goed. Ik denk als ik ze nu dan in ieder geval korter maak en ze groeien uit, dan raak ik het ook een beetje kwijt. Ze zijn voor nu echt een heel stuk korter. Nou, zijn nog lang deze 3, maar ik wil ze ook niet te kort in 1 keer. Kijk maar, zo zijn ze echt wel heel kort. En dan over een paar dagen verder, met deze hand ook. Hier heb ik natuurlijk 1 gebroken. Deze zijn allemaal een beetje dezelfde lengte. Maar ik zit natuurlijk heel erg met deze. Ja, die scheur, ik weet niet of je het zo ziet. Dat ik even scherp krijg. Je ziet het in het echt al heel moeilijk, maar je zit er wel. Dus ik hoop dat dit mijn nagels een beetje gaat redden. Tijd voor weer een stokbroodje en we hebben weer Panosa verder. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Dus ik wil nog even snel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!